Hoi, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie 3 liquid lipsticks testen van de Action. Als je mij al langer volgt, weet je dat ik dol ben op liquid lipsticks. En ik moet zeggen dat ik de laatste jaren de make-up van de Action echt zoveel verbeterd vind. Als ik het vergelijk in de beginperiode, toen Action eigenlijk net in Nederland kwam, toen was de make-up niet geweldig. Maar de laatste tijd is de make-up van de Action zoveel beter geworden. En ik kwam een tijdje geleden deze 3 liquid lipsticks tegen. En die heb ik gekocht. En het leek mij leuk om deze met jullie te gaan testen in een video. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik van deze 3 liquid lipsticks vind. En mocht je benieuwd zijn hoe de kleuren eruit zien. Zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De lipsticks die... Ze zien er zo uit. Ze zitten op een kaart. En dat vind ik heel fijn bij de producten van de Action. Dat ze hun producten op een kaart hebben. Het ziet er misschien niet het allermooiste uit als je het ziet hangen. Maar het fijne vind ik dat je gewoon weet dat je een nieuw dicht exemplaar hebt. En dat vind ik zelf altijd heel belangrijk. Het jammer is, je kunt producten niet testen bij de Action. Momenteel is dat nergens mogelijk. Ook bij de drogisterijen niet. In verband met corona, wat natuurlijk compleet logisch is. Maar bij de Action heb je eigenlijk nooit mogelijkheden om te testen. Het fijne vind ik dus als producten op een kaart zitten. De meeste producten van de Action zitten dus ook echt goed dichtgesield. Behalve met paletten. Die willen nog wel eens al zwart zijn. Ook al zijn ze open, die kun je heel makkelijk open zitten. Ze zijn dan niet zo verpakt, maar er zit dan een plasticje op, zeg maar. En die kun je dus dan toch openmaken. Er zijn mensen die dat toch doen. Dus ik raad je ook aan, wil je een palette kopen bij de Action of een product wat niet dichtgeschild is, kijk dan altijd eventjes of dat het niet al gebruikt is. Want dat is helaas wel het geval. Ze zijn er dus in 3 kleuren. Ik heb hier allereerst de 304 Cherry Lips. Dat is deze. Dan heb ik de 305 Pink Lust. En de nummer 3, dat is 306 Silky Nude. Achterop de verpakking staat eigenlijk niet heel veel informatie. Alleen dat het een matte vloeibare lippenstift is voor een gepigmenteerde matte finish op de lippen. De ingrediëntenlijst staat wel op de achterkant. Dus mocht je dat fijn vinden, staat die er wel op vermeld. Ik ga de lipsticks alleen niet testen op nummers 1, 2 en 3. Ik vind bij deze look die ik momenteel draag de nude lipstick het beste passen. Dus die ga ik als laatste doen. En dan ga ik beginnen met de 305 Pink Lust. Dus die gaan we even uit de verpakking halen. Oké, ik heb ze eventjes uit de verpakking gehaald. De verpakking ziet er eigenlijk best wel basic uit. Op de onderkant staat ook de kleur nog een keer vermeld. Dat is wel handig, vind ik zelf. Want als je ze dan in je stashup zit, weet je een beetje welke kleur je pakt. Vaak kun je het al wel een beetje zien aan de verpakking, maar het is toch altijd wel fijn als het nog vermeld wordt. De verpakking is niet heel bijzonder. Het is gewoon een kunststof hulsje en er staat liquid lipstick op en dan go matte. Of alleen mat, mat, mat. Er staat geen go-mat op. Maar omdat dat op de verpakking staat. Ik zal eens even kijken of er ook op staat hoeveel erin zit. Ja, in 1 verpakkingje zitten 6,2 ml. Dus op zich dikke prima. We gaan gewoon als eerste maar eens eventjes kijken naar de applicator. Die ziet er prima uit. Het is eigenlijk een vrij basic applicator die gewoon prima is. Ik zal deze kleur even swatchen. Ik doe hem wel even op mijn hand. Zoals je ziet, dit is de kleur Pink Lust. De zwart ziet er prima uit. En die gaan we dan gewoon maar eens eventjes aanbrengen. Om te kijken hoe dat aanbrengt, hoe het eruit ziet. En ook het afhalen vind ik wel belangrijk. Van, gaan ze een beetje makkelijk van je lippen? Voelen ze wat droger aan? Dus dat gaan we maar eens even testen. Ik heb jullie even wat ingezoomd, zodat je het een beetje beter kunt zien op de lippen. Ik heb ook even een spiegeltje erbij gepakt, zodat ik ook een beetje kan zien of dat ik het netjes aanbreng. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En dan gaan we dus nu Pink Lust aanbrengen. Dit is Pink Lust. Ja, ik vind het een mooi kleurtje. Ik hou hier wel van. Ik vind hem echt heel mooi. Zal ik eens even kijken of het een beetje overeenkomt als ik de verpakking ernaast haal. Oh ja, ik vind hem eigenlijk best wel heel erg mooi.
Hij moet natuurlijk nog een beetje opdrogen. Het is niet dat hij direct mat is. Hij plakt lichtjes. Het is niet een hele vervelende plaklaag, maar hij voelt heel licht plakkerig aan. Vaak doen die liquid lipsticks dat ook wel hoor, die een beetje plakkerig blijven. Maar de eerste indruk is eigenlijk best wel goed. Inmiddels is hij ook mat. Even kijken of hij ook afgeeft als ik op mijn hand mijn lippen druk. Ja, hij geeft wel lichte afdruk, zoals je kan zien. Dus dat is eventjes iets waar je wel rekening mee moet houden. Maar op zich, ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi. Ja, hij ziet er netjes op. Ik vind de plaklaag, wat ik zeg, ietsjes minder. Maar het stoort niet heel erg. Ik vind dit wel heel erg mooi. Dan gaan we nu ook even kijken hoe het er afhalen gaat. Of dat het makkelijk gaat, zodat het echt wat lastiger is. Hij hecht goed. Het kost me echt wel even veel moeite. Oh. Oké, inmiddels is hij eraf. Het letje ziet er zo uit. Ik heb ook een beetje een Pipo de Clown mondje inmiddels. Maar hij is eraf. Ik vind hem niet verkeerd. Ik vind dit kleurtje vind ik een succes. Dan gaan we door met de rode kleur. En dat is dus de nummer 1. Dat is dus de 304 Cherry Lips. Ziet er zo uit. Eigenlijk precies verder dezelfde verpakking en zo. En ik denk dat het. Ik ga ervan uit dat de applicator ook hetzelfde zal zijn. Ja. Zwartje. Intens kleurtje zoals je kan zien. Heel mooi. Nou, laten we hem aanbrengen. Zegt ze brengen heel makkelijk aan. Ja, ook geweldig. Heel mooi. Mooie kleur. Zit er mooi op. De kleur komt ook weer mooi overheen. Dat is ook wel lekker bij mijn nagels. Ja, mijn nagels zijn een tikje donkerder. Maar ik vind dit echt wel heel erg tof. Lichte plaklaag nog wel. Maar dat hoort gewoon bij de lipstick, denk ik. Heel erg mooi. Echt geweldig. Echt een, ja, een dikke aanrader ook deze. Echt geweldig. Dan gaan we eventjes testen of deze afgeeft. Ik denk het haast wel. Oeh, deze geeft heel erg af. Wow, dat had ik niet verwacht. Die roze gaf wat minder af. Dus deze is wel heel heftig qua afgeven. Ja, doen die liquid lipsticks dat niet, maar deze dus toch wel. Dus deze is wel heel heftig qua afgeven dan helaas. Maar goed, deze ligt al wel wat moeilijker zijn om te verwijderen, neem ik aan. Want dit is een wat intenser kleurtje. Ah, valt mee. Ik heb trouwens op dit watje gewoon wat make-up remover zitten. De randjes zijn wat lastiger. Pipo de Clown eat your heart out. Dit ziet er heel lelijk uit. Ik ga dit eventjes fixen en dan kom ik zo meteen bij jullie terug om de andere kleur aan te brengen. Want anders gaan we daar niks van zien, omdat die rood best wel heftig is. Ik was hier al een beetje bang voor. Misschien had ik deze toch als laatste moeten testen. Maar ik kijk ook een beetje welke kleur past het beste bij mijn ooglook. Maar dit is niet zo wat. Dus dit ga ik maar eventjes goed verwijderen. De rode kleur is wat lastiger om te verwijderen.
Maar ik denk ook wel dat hij de hele dag goed zal blijven zitten. Het is nog steeds niet helemaal geweldig. Maar ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd weg te halen. En volgens mij ziet het er zo goed uit. Sorry voor het achtergrondgeluid. Iemand die besloot hier op vuurwerk af te steken. Er is altijd wat als ik ga filmen. Maar oké. We gaan nu door naar de laatste kleur. En dat is dus de nude kleur die ik ook op zal houden. Dit was de, even de naam bekijken hoor. 306 Silky Nudes. Ziet er zo uit. Leuk. Applicatortje. Je ziet al mooi de nude kleur. Doen we die even hiernaast. Dat is deze. Nou, tijd om aan te brengen. Ook mooi. Ja, het lijkt een beetje af omdat je toch een klein rood vlekje ziet op mijn lippen, maar hij is wel heel mooi. Ja, hij is heel mooi. Ik moet wel zeggen dat ik de andere twee net iets mooier vind, omdat die wat meer bij mij passen op het moment dat ik graag draag. Maar die mag er zeker zijn. Ik denk zeker bij de make-up look die ik nu draag dat het er mooi uitziet. Het is een beetje jammer dat ik hier en daar wat rood ben. Door die rode kleur. Maar op zich. Het bestaat niet. Ik denk wel als je inderdaad lekker bij een neutrale look. Is het echt een heel lekker kleurtje. Deze plakt wel weer ook weer iets meer als de rode. Dat vond ik de nude en de roze kleur die plakken. Dus iets meer. De rode vond ik iets minder plakkerig. Maar. Nee, geeft ook niet heel erg af. Dus op zich. Ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden over deze lipsticks. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ja, mooi kleurtje ook. Mijn eindoordeel over deze lipsticks. Ja, je kunt het waarschijnlijk al verwachten, maar ik ben eigenlijk heel positief verrast. Ik kan eigenlijk geen negatieve punten vinden. Het is jammer dat ze iets plakkerig zijn, maar dat merk ik ook wel eens met andere liquid lipsticks die een stuk duurder zijn dan deze. Dus in dat opzicht, ja, dat is gewoon iets wat erbij hoort. Het verwijderen gaat dus niet heel soepeltjes. Ik moet ook zeggen dat mijn lippen nu wel wat gevoeliger aanvoelen, omdat ik best wel heb zitten wrijven. Dat is misschien een nadeel van liquid lipsticks. Dat ze het verwijderen gewoon wat moeilijker is. Omdat je daarna best wel een beetje gevoelige lippen kunt hebben. Ik raad ook altijd aan om als je een liquid lipstick hebt gebruikt. Om na het verwijderen van je make-up gewoon even lekker een flinke laag met lippenbalsem aan te brengen. Want dat maakt je lippen gelijk weer een stukje zachter. Maar ja, ik vind de kleuren echt heel tof. Zoals ik al zei, de Silky Reds, de Cherry Lips en de Pink Lust zijn mijn favoriet. Omdat die gewoon op het moment beter passen bij de lipstickkleuren die ik graag draag. Maar Nude mag er ook zeker zijn. Silky Nude. Ik heb hem nu dus op. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind het echt, ja... Voor deze low budget lipsticks kan ik ze zeker aanraden. De pigmentatie is prima. Ze brengen heel fijn aan. Ook met de applicator kun je best wel netjes werken. Het is jammer dat ik er nu een beetje clownachtig uitzie met die rode strepen op mijn lippen. Maar dat komt dus echt omdat ik deze heb getest en die weer heb afgehaald. Maar ja, ik vind ze eigenlijk heel erg goed. Je ziet ook echt dat de rood best wel... aanwezig is. Ik heb even de swatches verwijderd. En je ziet dat deze nog niet eens helemaal goed af is. Maar dat komt. Dat gaat er wel af. Ik ook gewoon met douchen verwijderd het makkelijk. Dus ja, ik ben dik tevreden over deze lipsticks. Ze zijn dus te koop bij de Action. Als het goed is, zijn ze er nog steeds. Ik heb ze laatst bij de Action nog zien hangen. Dus mocht je van liquid lipsticks houden. En mocht je toch benieuwd zijn naar deze kleur. Of een van de kleuren. Kan ik je zeker aanraden om eens even te kijken bij de Action. Want ja, voor de prijs hoef je het eigenlijk niet te laten. Want ze zijn een stuk goedkoper als bij de drogisterijen. En ze doen hun werk eigenlijk prima. Dus een dikke aanrader deze drie lipsticks.
Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om deze video te zien. Ik hoop ook een beetje dat je een idee hebt wat de lipsticks doen. En dat je een beetje een goed beeld hebt van de kleuren. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je zelf deze lipsticks al hebt gespot. Of dat je ze misschien zelf al hebt gekocht. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, goh, ik ga toch eens bij de Action kijken. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf, daar kun je ook het belletje aan zetten. En dan krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Doei!